Hey, wist u trouwens dat Hans Kraaij al anderhalf jaar opa is? Nee, hij slaat hier avond aan avond de grootst mogelijke onzin uit. En dat soort feitelijkheden, nee, die onthoudt hij ons. Dit is toch wel een vertrouwensbreukje. Is dit. Ja, opa Kraaij, dat hebben we niet achter hem gezocht natuurlijk ook. Nee. Wie nog uit die dochter had, maar. Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Bij die Engelse vrouw. Ah, zie je wel. Dochter van in de 30 ook, volgens mij toch is ze al. Dat was uit die keer dat hij binnen een week getrouwd was, toch? Uit die relatie. Toen kwam de oude Kraaij bij mij op de redactie en die zegt... we moeten morgen naar Engeland, want Hans gaat trouwen. Zeg, Hans gaat trouwen. Hij zegt, wij wisten ook niet dat hij verkering had. Ja, dat was die keer inderdaad. Dat heeft hij gedaan om die Frank Worthington, dat was zo'n playboy, af te bluffen. Hè? Want toen waren ze in een nachtclub en daar stond zij achter de bar... En toen had die Frank gezegd van, dat wijf is helemaal gek van jou. En toen denk ik, Hans, die zal ik even afbluffen. En die heeft aangepapt met die juffrouw. En drie dagen later heeft hij die gast allemaal een kaartje gegeven van een huwelijk. Toen is hij met haar getrouwd. Ja, en toen is Jimmy Case, die oude rechtsbuiten van Liverpool, ken je die nog? Ja. Die altijd inviel. Die speelde toen bij Brighton intussen. En die is heel erg dronken geworden op de trouwerij van Hans. En die hebben ze achter in de kattenbak van zijn eigen auto gelegd. Alleen die zijn ze vergeten. Nee. En die hebben ze de volgende ochtend er pas weer uit kunnen halen. Het was hier wel weer wakker, neem ik aan. Ja, maar hij lachte nog wel gewoon. Ja, nou lekker als je zo wakker wordt. Heerlijk allemaal. Maar van die dame is er dus uiteindelijk een dochter gekomen. Daar is hij nu ook. Hele leuke vrouw trouwens, hoor, moet ik zeggen. Nou ja, Hans heeft wel smaak, toch? Sofie is er ook een hele leuke vrouw. Ja, zeker. Ja. Eerste felicitaties zijn al binnen, heb ik gehoord trouwens. Hey, Hansie! 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 Super gefeliciteerd! Ja, dat is zijn broer. En dat is zijn broer. Ja. Dat zou ik nog niet zo snel in mijn eigen huis doen, jij. Tering zo, man. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.